Welkom bij Forza Horizon 4. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Wheelspin Beslist. En we laten ons weer lekker verrassen. En voor de mensen die deze serie niet kennen, we draaien dus aan de Wheelspin. De auto die we krijgen, die gaan we vandaag gebruiken. En dat gaan we dus gelijk ook doen. En ik ben benieuwd. Er zitten een hoop auto's in. Alleen volgens mij niet hier, want dit is allemaal niks. Volgens mij. Oeh, dat was close. Hebben we al eens eerder een S2000 gehad bij deze serie? Ik zou willen zeggen van wel. Volgens mij wel, toch? Maar ja, we krijgen geld. Gaan we nog een keertje draaien. De laatste keer hadden wij best wel een toffe auto. Mocht je die video niet hebben gezien. Spoiler alert. De laatste keer kregen wij een Ferrari F40. En niet een zomaar een F40, maar dan echt zo'n racecar variant. Super sick. Dus als we vandaag ook zoiets... Oh, die Viper. Ik hoop de Viper, please. Ik had het dan letterlijk afgelopen week nog over. No! Letterlijk afgelopen week had ik het erover dat ik met een Viper wilde rijden. Dat was mijn kans. Come on. Wat hebben we hier? We krijgen sowieso een auto. Er zitten veel te veel auto's tussen. Dit kan nog wel even duren, denk ik. Dit moet hem zijn. Come on. Come on. No. Come on. Ik ga alvast even wat drinken halen. Pak wat lekkers. Want in de tussentijd dan, zijn we toch nog wel even aan het draaien. Oeh. American Muscle. Ik weet niet of ik fan ben van die kleur. Die kleur is een beetje... meh. Maar dat is wel vet. Volgens mij hebben we nog niet eerder echt zo'n American Muscle car gehad. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Ik kan hem verkopen voor $100.000. Gaan we niet doen. Hartstikke idee. Vandaag gaan we dus aan de slag met een Dodge Challenger. Maar voordat we dat gaan doen, eerst nog een woordje van onze sponsor. Deze video is mede mogelijk gemaakt door de Ultra Gear van LG. LG heeft 's werelds eerste 1 milliseconde IPS monitoren. Dat houdt in dat alles wat je doet in 1 milliseconde gebeurt op je scherm. En dat is heel erg belangrijk bij bijvoorbeeld shooters. Want dan heb je dus de snelst mogelijke reactietijd om gunfights te winnen. IPS is het type paneel wat gebruikt wordt. De bekendste zijn IPS en TN. Waarin was TN het enige paneel waarop je 1 milliseconde kon hebben. Alleen het probleem aan TN-panelen is dat de kleuren al heel erg vaag waren. En bij IPS is dat veel beter. Het is dus de perfecte combinatie. Je hebt de kleuren van een IPS-paneel en de snelheid van een TN-paneel. Verder is dit een 2560x1440p monitor. Je hebt dus meer pixels dan de standaard 1920x1080, waardoor je gewoon een scherper beeld krijgt. De monitor is ook voorzien van NVIDIA G-Sync en FreeSync. Dit houdt in dat je scherm samenwerkt met je videokaart om zo screen tearing te voorkomen. Screen tearing is wanneer je dan scheuren in je beeld ziet. En ik kan je vertellen, dat is best wel irritant. De monitor heeft 165 Hz en is overclockable tot 180. Verder heeft de monitor verschillende features, waaronder Black Stabilizer, wat ervoor zorgt dat je zelfs in de donkerste scenario's nog steeds volop detail ziet. En Dynamic Action Sync, wat de input lag vermindert. Verder is hij zowel in hoogte bestelbaar als draaibaar. En is hij ook voorzien van een smalle bezel en een VESA-aansluiting. Een VESA-aansluiting is ervoor zodat je hem kan monteren op een bureau of een wallmount. Aan de achterzijde heb je ook voldoende aansluitingen, waaronder 2 HDMI's, 1 DisplayPort, 2 USB-A's en een USB-B. Voldoende dus om zowel je PlayStation, je Xbox en je PC allemaal tegelijkertijd aan te sluiten. Voor meer informatie over de Ultra Gear, check de link in de beschrijving. Hier gaan we dan, de Challenger RT van 1970. En ik ben op zich wel een beetje teleurgesteld dat het niet deze is. Ik vind deze een stuk vetter. En ik geloof niet dat ik deze ooit gebruikt heb, want dit is dezelfde en daar is niks aan veranderd. Maar misschien dat er juist wel leuke dingen zijn om te doen. En ja, ik vind het wel leuk om een keer wat anders te gebruiken voor de verandering. Dus hier is hij dan. En ja, die kleur die moet sowieso weg. Ik heb op zich niks met paars. Of niks tegen paars. Alleen dit is een beetje een rare kleur. Dus I don't know. Het is wel een badass auto trouwens. Dit is... dit is een beest van een bak, jongen. Oké, kunnen wij hier wat mee doen? Dat is de grote vraag. Nee, niet fine tunes. We gaan eens voor zelf wat sleutelen. En ja, we hebben een beetje de standaard parts. Ja, ik vind het op zich niet lelijk. Dit daarentegen misschien wel. I don't know. I don't know. Zal ik dit doen? Ik weet niet. We hebben nog een motorkap. Waarschijnlijk een blow... Geen blow... Zo'n blower vind ik dan op zich nog wel vet. Alleen die zit hier niet tussen. Die had ik op die, die 69 zitten. Ik hou hem clean. Het spijt me. Het ding voor vind ik op zich nog wel nice. Dat vind ik op zich wel gaaf. Die spoiler heel misschien. Maar waarschijnlijk niet. Ik hou hem kaal. Ik gooi even alle parts erop. Ik weet niet of we nog wat gekke dingen kunnen doen. We kunnen nog een, een supercharger. Hebben we eigenlijk wel nodig bij een auto als dit. Dus we gaan voor een supercharger. Maar ja, we gaan hem even snel upgraden. Dan zie ik jullie zo meteen bij de livery.
Oh mijn god, die banden. Daar zijn nog eens sloffen. We kunnen er in principe ook een dragauto van maken. Dat we daar ook wat dragraces gaan proberen. Ik vind dat eigenlijk best wel een tof idee. Misschien dat we dat de eerste moeten doen. Want er is hier een dragstrip letterlijk buiten. Ik vind dat eigenlijk... Weet je wat? Ja, ik ga even kijken wat mensen hebben gemaakt. Abandoned setup. Er is sowieso een drag tune. Ja, letterlijk de eerste al. We gaan dat sowieso eerst even proberen. En deze is all-wheel drive. Misschien hebben we er eentje die wheelies kan. Dat kan ook nog wel gaaf zijn. Wait, what? Drift? Er is een driftauto of een driftversie van deze auto. Dat weet ik ook niet. Dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. En hier hebben we eentje met wheelie. Ik wil sowieso wheelie proberen. Dus die gaan we toch even checken. Doen we dit even snel erop. Gaan we even die kleur aanpassen. Of delivery. En dan zien we wel. Dit kost mij $89.000. Rip uit mijn lijf. Maar dan heb je wel wat. Hoop ik. Als het werkt. American Muscle. Nee, ik betwijfel of hij wheelies kan. Of in ieder geval, ik geloof dat hij wheelies kan. Maar of dat deze tune dat kan. Want heel vaak heb je dat mensen dan een bepaalde titel doen. Wat een beetje een soort van clickbait is. Zodat mensen die dingen downloaden. Zodat zij geld krijgen. Dat is een beetje hoe dat werkt. Maar misschien dat we hier meer grip hebben. Even kijken. Ja, ik geloof niet dat deze wheelies doet. We gaan het zien. Misschien dat het komt van die regen. Dat zal ook niet helpen. Maar ja. Ik ben er wel vrij zeker van dat we dit gaan winnen. Dat zie ik wel gebeuren. Maar we gaan hem eens even testen. Oh, die Mustang naast mij, jongen. Ik zeg je eerlijk. Oh. Hele korte versnellingen. No, 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 no. Ik ga niet verliezen van jou. No, 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 no. No, 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 no. Oké, dit was een slechte run. Die Mustang naast mij stond, die vind ik persoonlijk nog veel vetter. Dat is waarschijnlijk een van mijn favoriete muscle cars. Die staat hier nou niet bij. Dat ding rechts is ook nice. Dat is volgens mij een Chevy, of niet? Hé, hey, we gaan weer een wielspin openen. Als het goed is. Jazeker, kijk eens aan. Hier zit volgens mij letterlijk maar één of... Ah, drie auto's. Vier. Vijf. En we krijgen cash. Ik heb toch niks nodig. Dat is eigenlijk niet waar. Ik moet nog een paar auto's hebben, maar volgens mij staan die niet te koop. Dus die kan ik ook niet meer halen. Ik zou misschien komende week nog een video kunnen uploaden waarbij ik probeer om alle overige auto's nog te halen. Maar volgens mij is dat niet mogelijk, want als ze niet te koop staan, kan ik ze niet kopen. Ik ga heel even terug. Ik gooi er even een andere tune op. Ik heb het idee dat ik ben opgelicht met deze tune. Deze doet niet wat hij had moeten doen. Valt me een beetje tegen. Ik kan deze nog proberen. Blijkbaar is deze sneller. Dit is ook een drag tune. Deze is all-wheel drive. Ik kan je garanderen, dan verneder ik hun sowieso allemaal. Want dit ding is al zo gigantisch snel weg. Want grip is vaak het grootste probleem. Maar, wat? Deze tune kost maar $120.000. Waar heb ik net dan voor betaald? Oh. Hij is nou echt wel gelijk een stuk lager geworden. Ik vind hem een beetje te laag. Het ziet er heel raar uit. Maar het lijkt alsof hij plat gedrukt is. Je hoort het al aan het geluid. Er is niks meer van over. Zonde. Oh, en mijn remmen zijn ook non-existing. Kijk hoe ver ik remde, maat. Hallo? Kijk dan. Kijk de streep op de weg. Ik remde hier al. Ik ga nog één keer proberen en dan gaan we nou gewoon een race doen. En heel misschien dat ik nog even die drift tune probeer. Want ik ben heel erg benieuwd hoe deze auto kan driften. Want ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. Maar tegelijkertijd... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Is dat niet een Hoenigan auto die rechts van mij staat? Volgens mij staat die Hoenigan auto. Nou ben ik wel degelijk een stuk sneller. Ik weet niet wat mijn tijd van net was. Maar ik durf volledig te garanderen dat ik sneller was dan net. Een tijd van onder de 9 seconden. Ik vind deze tune een beetje misselijk. Je hoort dat er niks meer van deze auto over is. En dat is een beetje zonde. Een drivetrain swap, een engine swap. Ja, wat is het dan nog, weet je? Er is niks meer van over. Hij ziet eruit als een muscle car. En dat is het enige. Hij is ook veel te laag. Veel te laag. Nogmaals $35.000. Hoeveel heb ik inmiddels uitgegeven in deze auto? Ik heb even mijn eigen tune gemaakt. Want ik wilde toch een beetje DNA van de auto behouden. Dat het nog steeds gewoon een muscle car is. Kijk. Daar lijkt er meer op. Daar lijkt er meer op. Hij klinkt tenminste weer zoals je hoort te horen. Of hoort te klinken eigenlijk. We gaan nou dus een race doen. Misschien dat ik straks nog even terugkom voor die drift tune. Om toch nog even snel te kijken hoe dat nou voelt. Maar nou moeten we eigenlijk gewoon een race gaan doen. En de grote vraag is... Oh,
Wat voor race gaat dat zijn? Ik heb al iets in gedachten. En dat is waarschijnlijk een lange race. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Je hebt de Goliath en heb je er nog eentje meer. De Colossus, dat is deze. En dit is een van de langste races in de game. En die leek me op zich wel lachen om te doen. En dit is met Classic Muscle. Dus dat is op zich wel grappig. Allemaal een beetje dezelfde type auto's. En wij gaan dus rijden met deze auto. En gaat nog wat zijn. Nogmaals, muscle cars rijden best wel lastig. Kan ik je vertellen. En het regent wederom weer. Dat is zeker niet handig. Maar kan wel leuk zijn. Ik heb trouwens nog tractie aanstaan. Ik had het uit kunnen zetten. Maar ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken met deze auto. En ik kom al niet van mijn plaats. Ik weet zo niet precies hoe deze baan is. Maar als we een paar rechte stukken krijgen, dan vlieg ik sowieso een hoop mensen voorbij. Wat ik nou al doe. Ik rij nu al 6. Ik ben al 6 man voorbij. Dude! Ik ben al 8 man voorbij. Mijn banden zijn er niet eens opgewarmd. Oh, en ik word al wel ingehaald. Ik zie wel iemand daar vooraan al flink uitlopen. Dat kan nog wel een probleem zijn. Maar het is wel leuk om voor de verandering een keer met die muscle cars te rijden. Sowieso, als je een beetje een leuke... Oh, mijn remmen. Als je een beetje een leuke collectie wil hebben, moet je gewoon van alles wat hebben. Dus een beetje muscle cars, een beetje JDM's, European. Van alles wat. Ah, zijn wij hier. Hier krijgen we dan ook een lang rechtstuk. Ik heb volgens mij flink wat paardjes onder het motorkap. Gaan we eens even kijken of we die hier los kunnen laten. Ik had verwacht dat ik ze hier wel voorbij zou komen, maar niets is minder waar. Oh, remmen, 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 remmen. Oeh. De remmen zijn al een stuk verbeterd met net. Met die drag race. En ik moet zeggen, hij rijdt eigenlijk best wel lekker voor een muscle car. Over het algemeen kunnen deze auto's niet sturen. En... Oh! Oh, we moeten door het water heen. Dan heb ik wel het geluk dat ik een hoge auto heb. Dus ik weet niet of we hier echt moeite mee hebben of niet. Nee, we hebben hier niet bijzonder veel moeite mee. Dit ding is best wel hoog. Ik heb hem bewust ook niet verlaagd. Ik vind dat niet echt passen bij een auto als dit. Maar we moeten wel even aan de bak. Want ik rij momenteel vierde. Nou weer derde. En wat rijdt er eigenlijk eerst? Wat is dat? Kijk, nou komen we ze voorbij. Hoop ik. Ik weet trouwens niet of iemand dat weet in de comments. Heb je in deze game slipstream? Want ik heb het idee dat het er gewoon niet is. Maar soms rij je achter mensen. Maar ik heb niet het idee dat ik echt... Ja, winst eruit haal. Als iemand dat weet. Als iemand dat getest heeft. Laat even weten. Ik ben benieuwd. En wij gaan zo meteen hier de snelweg op. We zitten al op 70%. En ik rijd nog steeds derde. Waar ik op zich wel blij mee ben. Want wat we vaak zien is dat we die races echt veel te makkelijk winnen. Nou is het wel een mooie strijd. Dat is wel leuk. Alsnog wil ik winnen. Dus misschien moet ik zo meteen het zware shirt erbij pakken. En dat is de binnenbocht. En gewoon mensen aan de kanten yeeten. Oh, wow. Oké. Wat een dikke snel. Oh, dan pak ik hem hier weer. En... Remmen, remmen, remmen. Binnenbocht. Yes. Kijk. Ja, ik wil ze niet echt aan de kanten duwen, maar... Zo, die binnenbocht pakken is wel mooi. Dit is een heel lekker raceje. Alleen nog Brandy Boy voorbij komen. En dan... Dan hebben we gewonnen. Nog 20% te gaan. Het lijkt alsof wij de stad in gaan. Oh, ik pak hem hier. Binnenbocht. Oeh, let's go! Woo! Lekker hoor! Daar krijg ik kippenvel van. Ik weet niet waarom. Of het is gewoon koud. Dat kan ook. Oh, deze bocht neem ik echt als een idioot. Ik heb dat best wel vaak. Dan rem ik eigenlijk te vroeg. Dan geef ik gas bij. En dan vlieg ik de bocht voorbij. Dan rem ik weer te laat. Maar ik denk dat we deze te pakken hebben. Nog 10% te gaan. Ik geloof niet dat ze mij nou nog voorbij komen. Al moet ik zeggen. Nummer 2. Die volgt me op de voet. Dus als ik ergens een grote fout maak. Kan het voorbij zijn. Maar... Wij maken geen fouten.
En dit is de eindsprint. Maar... ja, dit was een toffe race, man. Deze was nice. Dat was een leuke race. Ja, ik ben ook wel blij dat we deze auto hebben gekregen. Want nogmaals, ik heb hem volgens mij nooit gebruikt. Ik pakte altijd 69. In principe rijden ze volgens mij hetzelfde. Maakt allemaal niet heel veel verschil. Maar hij is vet, man. 5 minuut 50. Ik heb geen idee of dat een decent tijd is. Ik heb het idee dat we best goed gereden hebben. En met een klein beetje geluk hebben we weer een wielspin. We krijgen weer een wielspin, volgens mij. Toch? Weet je wat? Ik open alsnog gewoon een wielspin. I don't care. Ik weet niet of ik er nou een gekregen had of niet. Soms opent hij ze en soms niet. Dus vandaar. En hier hebben wij een lekker zakcentje. Kijk eens aan. Dat is mooi. Weet je wat ik nou alsnog wil gaan doen? Ik vind hoe die rijdt, vind ik super fijn. Ik wil alsnog even die drift tune proberen. Ah, ik zag het aankomen. Oh mijn god, we hebben letterlijk alle motorkappen gehad nou. Dit ding is wel de lelijkst van allemaal. Ik moet even tractie uitzetten. Gaan we eens eventjes proberen te driften. There we go. Hebben wij hier ergens een mooie driftzone zitten? Hier, maar dat is volgens mij off-road. We hebben er hier eentje. Die kunnen wij proberen, die is op zich wel grappig. Voor de rest zit er niks in de stad, hè. Zonde. Ik hoop dat Horizon 5 wel een paar mooie driftwegen heeft. Net zoals dat DLC-eiland van 4. Dat was Fortune Island, volgens mij. Oh, nice. Ik zou bijna geneigd zijn om naar dat andere eiland te gaan. Puur om daar die driftzone te doen. Maar ik denk dat dat een beetje te veel gedoe is. Dat doen we een andere keer. Misschien dat ik de volgende video weer op dat eiland doe. Of misschien dat, dat Lego-eiland, als je dat wil zien. Laat maar even weten in de comments. Maar hier is de driftzone. Kijken of we hier lekker wat puntjes kunnen halen. Zonder te crashen. Hey, ik moet wel een flinke angle pakken eigenlijk. Maar ik ben altijd bang dat ik dan faal. Maar volgens mij is dit een best wel... oh, dit is een hele lange driftzone. Ik dacht dat het al lang voorbij was. Dit is volgens mij een best prima poging. 160... bijna 170.000. Hoeveel is mijn record? Waarschijnlijk 220 of zo? 100... ik had bijna mijn record verbroken. What the fuck? Dude, met gewoon een... een random muscle car. Ik heb deze waarschijnlijk al vaker gedaan met driftouts en zo. Ik kan het niet laten, jongens. Ik kan nog één poging doen. Ik moet en zal mijn record verbreken. Ik vind het sowieso al raar dat we maar 170.000 punten hadden. Of 172.000. Dat is eigenlijk best wel weinig, heb ik het idee. Maar misschien dat ik deze zo nooit heel veel gedaan heb. Het is wel een leuke, want hij is best wel lang. Langer dan de meeste. En... nee, dit is wederom een shitrun. What the hell. Ik had het idee dat het begin best wel goed was. Weet je wat? Ik geef het op. Het zal wel. Het zal wel. Ik ga hier de video beëindigen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van wederom een nieuwe video van Horizon 4. Ik weet niet of we nog een videotje gaan maken van deze game. Anders komt eind deze week Horizon 5 uit. Die gaan we sowieso uploaden. Dus daar kan je altijd op wachten. Maar ja, vond je deze video leuk? Laat dan sowieso een likeje achter. Abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe!